Ja. Wat een mooie afsluiter. Yes mensen, welkom bij een nieuwe video. Het is Atos en Pablo. Ik moet even erbij zitten, maat. Nee? Er werd een paar keer gereageerd van laat Pablo het meer in beeld zien. De laatste keer gedaan toch? Vaak komt hij zelf in beeld. Maar het is nog vroeg, hè? En Pablo is best wel rustig in de ochtend, hè? Het is hier gewoon lekker mak aan. Niet. Over jou, maat. Vandaag gaan we weer een yoga challenge doen. Die hebben natuurlijk al eens een keer op mijn kanaal een yoga challenge gezien. Als je die niet gezien hebt, zou ik zeggen, check de video even. Ik zou even een infokaart erin zetten. Ik laat even wat beelden zien van toen. Oké, nu moet je het doen. Doe! Hoofd naar achter. We hebben best wel goede posities gedaan, het ging best wel lekker. En Marlène heeft tegenwoordig een yoga wiel. En ze doet tegenwoordig een beetje yoga, dus nu gaan we nog moeilijkere posities uitproberen. En als je het leuk vindt en veel liken en reageren dat je het echt leuk vindt, dan gaan we misschien nog een keer doen. Dan nog moeilijker. Ik wil misschien met z'n drieën doen. Dan gaan we nog hoger gaan, weet ik veel. Als mensen nog toevallig hele moeilijke yoga posities weten, laat het ook even weten in de reacties. Want dan kunnen we natuurlijk eventjes die ook proberen. En ja. Marlène, heb je er zin in? Yes! Okay. Laat eens zien met je bal dan trouwens. Kun je even kijken of het zo is. Hey. Laat eens zien, Melena. Ik wil bal zien. Wiel, ik zeg maar bal. Eén dingetje. Helemaal zo'n orm klappen. Ik niet waarom, maar dit is gewoon like zien wat je met de bal kunt doen. Oh, kijk eens. Lekker hoor. En voel je nu? Goed. Ja? We gaan naar de Loodse Fitness. De sportschool maakt zelf ook sport. En eventjes de zaal ter beschikking. Hebben een mooie sportzaal en een zachte vloer. Want anders val je best wel hard soms als het misgaat. En heb je gewoon een mooie matte vloer waar ook wel op gekickbox wordt en gebokst. Dus even een dikke shout-out naar de Loodse Fitness. En ik ga gewoon zeggen, mensen, let's go! Oké, ik deed ook even een dingetje met de bal. Toen dacht Pablo, ik spring even bovenop hem. Toen viel ik teveel zijn tand precies in mijn wenkbrauw. Dus nu heb ik dit leedtekentje. En die van Pablo. Maar ik hou nog steeds van je, jongen. Moet ik een pleister doen, want dat bloed. Oogwondjes bloeden best wel. Je werd goed ontsmet natuurlijk. Zo. Oh, dat ziet er niet uit. Maar we gaan weer verder. Dankjewel, Pablo. Je ziet hem al ergens even aan het rekken strekken. Moet eerst een klein beetje warm worden. En dan gaan we de moeilijkste posities ooit proberen. Toch? Ja. Met de wiel zonder wiel. Ik kan ook wel met de wiel. Let op, mensen. Mag ik even proberen? Goed bezig, Marlena. Ja. Warm zat, hè? Als ik naar mezelf kijk, word ik warm. Warming op, goed. Ik heb nu gewoon geen zin. Blend doet wel goed. Ik ben een klein beetje warm, maar warm genoeg. Oké, standje heen. Ga maar liggen. Even kijken, wat is moeilijk. Nee, eerst handen. Tussendoor. Ik heb lange benen, maar dan korte benen. Ja, kom maar. Ja. Straight ja, up. Ja. Je staat in de buurt toch? Maar hij maakt een klein beetje weg. Nog een keertje proberen of. Maar hou me goed vast, joh. Jij ook. Kruis, zo. Ja, maar jij bent te lang. Ja, te kort. Het is moeilijk, ik heb lange benen. Maar dan korte benen. Hou goed, hak. Kom, cool. inhouden, zo. Wacht even. Ja, linker deel. Oké. Okay. Don't look that. Ja, maar je hebt bijna in mijn bal hier. Kom op. Ja? Oh. Ik vind het
Ik kan mijn benen strekken nog. Dat is voor gevorderden. Ik ben geen yoga man. Ik ben eigenlijk jam. Lijkt makkelijk, maar het is altijd moeilijk dat je denkt. Ik ben niet goed opgewarmd, want dat is mijn eigen fout. Maar ik ben niet super lenig. Eigenlijk niet moeilijk, alleen het is meer lenigheid. Kijk, ja, het is zo. Wat ben ik aan het benen aan het misschien? Nee? Hou maar goed vast. Ah! Ik ken niet. Dat is best wel zwaar. Ja, andersom dan jij die, kom maar. Ik ken, papa. Jij vertelt, yoga is wel goed om lenig te worden. Ik voel me nu al een stuk leniger. Of ik heb wat gescheurd, dat kan ook. Volgende positie, hoor. Deze is niet zo, hij is gewoon lenig, maar hij moet moeilijker. Hij moet hoger. Kom maar, Lena. Hou je vast, één been gestrekt. Hier. Aartje. Oh, dat zie ik niet elke dag. Oké. Oh, wat is dit? Wat is dit? Hè? Ja, op je rug, hè? Zo. Ja. Ja. Gaat goed, gaat goed, gaat goed. Eentje gestrekt, eentje inhouden. Kom op. Kom maar bij het been. Zo. Ja. Het smeekt niet pijn, goed. Kom op, ik weet dat je het kan. Even weer gaan liggen. Nou, kom op liggen. Eén keer doen, je hoeft één keer doen. Benen gestrekt, eentje niet gestrekt. Dat is. Maar dan is het zwaar geworden, dan is spiermassa. Kom op, hou het één keer lukken. Ja, vasthouden. Ik reken het goed. Dat ging goed, toch? Of niet? Wat vinden jullie kijkers? Ja, was het goed? Was goed. Vandaag, dat doen we nooit, hè. Maar eens op beginnen met yoga wiel. Ik noem deze de ruggenkraker. Als je dit na gaat doen, doe het natuurlijk in de sportschool voor zachte vloer, omdat het misgaat van je bestheid. Toch? Mm-hmm. Oeps, mijn rug kraakt al. Kom maar, hè. Oeh, ja, vind ik dom. Oké. Ja? Klaar hoor? Ik moet je nou spreken. Kan ik mijn vinger uitstrekken of niet? 1, 2. Wil je nog een keer uit? Oh. Oh. Ja? Pak hem vast. Ja. Dat doe je in de lichte donder. Ja, dat is hem. Hij kan gewoon thuis zo even met de lijn de lucht gaan. Ik kan gewoon mijn benen brengen met mijn lijn. Vergeet niet even in de reacties even een cijfer te geven van hoe goed we het doen. En dan kan een cijfer de moeite, ja, want het is niet makkelijk. Dit is een positie voor één persoon met een wieltje. Wat heb jij moet proberen? Ja. Kijk, ik denk dat hier een grappige muziekje aan de komt, hè? Haha. Wat zeg je? Haha. 3 keer. Haha. Oh. Dat is moeilijk, hè? Oh, we gaan allemaal tegen de muur doen. Ja, dat is een goeie. Denk het een haapje zo, joh. Oh jee. Geef het op. Niet gebopt. Niks gebeurd? Ja. Oh. Maak het even apengeluidje bij jou. Deze is te moeilijk. Gaan we met samen verder, dat is leuker. Weet je, te klein met de wiel voor jou, Aartje. Control. En handen zo. Ik ga het niet doen. Dance monkey. Nee, ik ga het niet doen, want als ik val op mijn... Hij mag me niet kapot gaan, man. Ik ben nog herstellend. Dus het komt goed uit. Oh, het komt goed uit nu, hè. Kun je achterkant van je hoofd aanraken? Misschien wel. Oké, let's go. Hij raakt echt op je ogen, dan. Kom op. Kom maar van, hè. Kijk. Blijf zo, ja. Ik heb nog niet gesport. Oh. Oh, stukje 69.
kut, sorry. We gaan even een. Ik kan niet zo liggen. Eigenlijk officieel moet ik zo gaan liggen. Maar dat is gewoon niet te doen nu. Buitbenen. Ga maar, Matko. 1, 2. Ja, maar kijk hoe jij ligt. Ik heb je val gebroken. Ja, what the fuck. Moet ik met een zuikertje aan mijn hoofd tillen? Ga zo liggen dan. Nee, zo. Ja, ja. Je was lijn en hij poest me in de Ik wil dat ik ken. Dat kan toch niet? Kom maar, probeer het. Doe, hou ze maar vast. Push maar erg. Doe maar waar ze moeten. Meteen naar jou tillen. Is dat niet makkelijk? Nee. Ja? Nee. De schroef is niet goed. Je moet er op je zij liggen. Hou! Jim. Heb je nooit dit idee? Volgende! Dit is moeilijk, echt waar. Dat heb ik een keer gedaan. Dat deden we iets ook een moeilijke, maar dit is wel echt een hele moeilijke. Over je hoofd. Oké, wat moet ik doen? Moet ik zo doen? Oh, zo, ja, weet je man. Hand goed vast. Strek! Doe dan iets moois of zo. Hoe ziet het uit in de kamer? Lijkt het op een positie of. Blijf staan, ik ga even pushen, ja. Ik voelde gewoon jouw bot in mijn voet. Is dat zeer of niet? Ja. Mij niet. We doen even die ene nog een keer. Iets meer hier. Deze doe ik nog een keer. Ik weet je wat? Die we net deden, deze. Als kun je dat nooit. Op. In mijn buikspieren. Ja, veel zo sterk toch? Kom maar. Ik kan het niet. Kom op. 1, 2. Ik kan het doen, maar ik weet het. Ja, kom maar. Dit gaat fout. Ja? Ja, ik kan het nooit halen, Melinda. Ja? On your belly. Wat is het met hè? Ik heb abs. 1, 2. Wat goed hè? Kom maar doen. Langer dan. Dat is het lijkt me. Kom op, maar één keer dan. Ik krijg gewoon maar lekker. Mag ik een keer op springen? Nee, je fly. No, you crazy, no, niet doen. Lukt echt. Weet je niet dat er valt? Nee, twee voortanden in je gezicht. Ja? Ja? Nou, dat lukt niet zo goed, toch? Volgende, deze. Volgende! Zal ik maar weer onderop gaan? Die. Ja? Kan niet, hè? Wat kan niet? Kan niet. Ik kan gewoon dit. Dat lukt makkelijk. Pijn is een emotie, die kun je uitstraken. Ik kan het te hard. Jij kunt het niet. Maar dan gaan we maar eens goed. Oh ja, dan hou je benen vast en doe je kont de lucht gooien. I cannot stand. Dus je geeft op. Kun je niet? Ja, nee. 10 push-ups nu. Kun je 10 push-ups? Ja. Als je dan. Ah, jij? Samen. Wacht even. Oh, ik heb 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kom op. Ja, dat zijn er nog geen 10. To what? Dus je kunt het niet. Iedereen kijkt mee. 10 stuks nu. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waarom steeds een 10? De laatste, jij mag de laatste uitzoeken. Zoek maar de laatste uit. Oké. Allerlaatste. Ik niet de makkelijkste. Marlijn moet een brug doen. Ik moet er vasthouden. En mijn knieën omhoog doen. Je staat op mijn borst dan, hè? Ja? Ik heb one hand. Give me one leg. Can I take one? Ja. Yeah. Ja? Other one. Rustig. Like this is better. 1, 2. Zet push. En ik ook. Don't push my legs, hè? Nog, hè? Just keep them. Ja, keep them. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Wat een mooie afsluiter.
Zo, het waren een paar moeilijke posities. Oh, mijn hoofd. Ik voel me een stuk leniger. Vond je het natuurlijk leuk? Laat het weten door middel van een duimpje of geen te reageren. En dan heb je hele mooie posities. Laat ze even weten. Dan gaan we ze gewoon nadoen de volgende keer. Dit is eigenlijk weer een van de eerste sportvideo's die ik weer gemaakt heb sinds mijn handoperatie. Dat betekent dat er binnenkort meer sportvideo's aan gaan komen. En mijn ma met mijn neus. Oh. Klop af dan, hè. Ja. Niet maar leinig, hè. Dus vergeet niet te abonneren en natuurlijk vergeet me niet te volgen op Instagram. Ah, het was Instagram. Maar dat is hem. En dan zou ik zeggen, mensen, tot de volgende keer.